Zou jij het dood lekker vinden? Ja. Dag schatje. Oh, sorry. Marieke, jij bent van de BOSC. Yes. De Belangenclub voor Gehandicapten. Ja. Kort samengevat. Wat gaan wij doen? Wij gaan vandaag naar Amsterdam, naar Wouter Bos. Vreemd. En hij gaat... Wacht even. Ja, oh, ga maar niet voor ongelukken. Ik ga maar even gewoon invoegen. Wacht even. Voor wie denkt, we zitten nu in het partijkantoor van de PvdA. Dat is niet zo. Dit is de voorzitter van de BOSC. Wouter Bos, voorzitter van de BOSC. Oh, ik moest een beetje lachen. Bosk, dat had ik helemaal niet bedacht. Wouter Bosk. Wouter Bosk, ja precies. Wouter Bosk, voorzitter van... Nou zei ik Wouter Bosk. Je zei het, echt. Hij zei het. En dat betekent september voor mij. En nu heb je te veel omgevingsgeluid. Ja, dat is wel jammer. Pak hem nog een keer, ja? Ja, heel goed. Oké. Hij kan. September betekent dat we een maand lang minstens 10.000 stappen per dag zetten. Omdat we daar zelf gezonder van worden en omdat we er geld mee inzamelen voor mensen met cerebrale parese, voor wie dat bewegen juist niet zo'n normale zaak is. We zijn de auto kwijt. Oh, hier is hij. Oh, hey, jammer, dat was zo leuk geweest met mijn vlog. Heel erg. Lopen heel lang te zoeken, zet ik de camera aan en hebben we het gevonden. Nou ja, hij is er. Dankjewel, hè. En tot snel, hè. Doei. Goedemorgen. Dat is Stefan. Hallo. Hallo. Joris is geslaagd. Ja. Daar dacht jij gisteren nog heel anders over. Ja, dit knip ik er wel uit. Ja, nee, dat ik ging daar niet van uit, moet ik zeggen. Hij zelf wel, maar hij is altijd heel optimistisch. Hey, weet je op wie jij lijkt? Och. Op Rox. Jij lijkt heel erg op Rox. Ik ben er weer. Maar dit is het, jou hoor. Ja. Lekker cruise. We hebben nog 20 seconden. Leuk dat je weer terug bent. Hey Tim, zag ik jou net huppelen door de gang? Zeker. Doe eens. Nee, dat ga ik echt niet. Ah, laat hem zien. Nee, nee, ik heb echt mijn grenzen. Ja? Nou, je huppelde net wel. Dat je het gezien hebt, vind ik eigenlijk wel heel erg. Wat is er met Silke? Ze praat ineens normaal? Het nou, is echt... er zit ook wel zachte G aan. Ja? In, op. Oh. Maar is ze gestopt met het veganistische eten of zo? Nou, deze echt een... eet wel normaal vlees. Deze wil ook gewoon een normaal huis, praat ook gewoon mensen. Marije zorgt ervoor dat ik huppel. Oké. Dit moet ik thuis uitleggen. Dit bedoel ik heel anders. Maar dat is Do. Oh, het is er echt? Ja. Ik dacht dat het Silke was. Nee. We wilden wel eens iemand die echt kon zingen. Dus ik dacht, nou. Hey Michel. Oh, dat is voor Michel bedoeld. Jammer. Ah. Schrok je een beetje? Ik schrok me kapot! Hallo, ik ben Martijn. Hi. En dan van dichtbij, ja. Ja, nee, maar je zit in een heel goed licht, hoor. Moet je andere hand geven. Ja, ik heb een heel lam handje. Kijk maar, ik heb een heel raar handje. Maar, je weet wel dat Silke is wel een beetje, ja, hoe zou ik het nou noemen? Nou. Kop van Jut, is dat een goede... Ja, dat had ik al wel verwacht. Ja, ja, dus ik weet niet, waarschijnlijk word ik het nu. Want het is meestal, als Silke er niet is, dan ben ik het pispaaltje. Ja, we zullen het zien. Ik was helemaal vergeten dat je eigen huis en tuin had gedaan. Ja, joh. Als eerste. Als eerste. Je werd nog genoemd door Rob Flynn net. Dat ik heel prettig gewerkt heb met al die vrouwen ook. Van Manuela tot iedereen die presentatrice is geweest. Je was wel de beste. Echt waar. Ja, het was het allereerste. We waren nog een pionier in mijn denken. Ja. Als jij nou op vrouwen zou vallen, zou jij het dood lekker? Ja. Maar je valt niet op vrouwen. Nou, na een krat bier wel hoor. Lekker. Toch het wordt wel? Een beetje awkward nu. Yes. Oh, maar dat is heel fijn voor mij. Is heel goed voor mijn self-esteem. Ja? Ja. Dat ik naar een krat bier denk, nou vooruit dan. Ja, ja, want de meesten denken nog steeds nee. Doe het toch niet. Nee? Nee? Nee, maar ik vind vrouwen wel aantrekkelijk. Hij heeft een lam handje, dus net alsof je met z'n drieën bent. Hallo? Ik denk dus eigenlijk dat dit een grapje is van de hulp. Want we hebben een courgette struik, boom, tak. Maar ik kan me niet voorstellen dat dit van onze... Even kijken. Oh, hier. Wauw. Gerda ziet iets. Wat zie je dan, Gerda? Vogeltje. Nee. Nee. Bram heeft avonddienst, maar als het goed is, dan
curry, denk ik. Lekker. Het is een beetje abrupt einde van deze vlog, maar ja, Bram is er niet. Dus ja. Wat vind jij ervan, Els? Vreemd.